Het is gewoon een goede trainer, toch? Ik ken hem niet als trainer, maar als ik zie wat voor resultaten hij heeft behaald tot nu, dan doet hij het prima. En er zijn maar weinig keepers, denk ik, die goede resultaten halen als trainer. Ja, dat roept Johan ook wel eens, hè? Maar Raymond Goethals was toch ook een goede keeper, begreep ik ooit. Vroeger, ja, maar die heeft ook niet van die geweldige resultaten. Maar. Nou, die heeft toch nog een keer de Europa Cup 1, de Champions League gewonnen natuurlijk. Ik heb er 2 jaar mee mogen werken met Goethals in Frankrijk. Schitterende man. Schitterende man, ja. Dat is waar. Nee, maar ook een trainer. Dus nee, daar kan je ook... Ik heb nog meegemaakt dat hij achter het doel van zijn keeper ging staan in zijn regenjas. En als de keeper dook, dook hij ook achter het doel. Dat soort dingen. En dan had hij hem ook vaak nog. Nee, maar het was een prachtige man. Op zijn 80ste nog gitzwart haar. Er zijn er maar weinig in het voetballerij die dat hebben. Ja. Kom je daar nou op? Hij had een ontzettende hekel aan Hollanders, zei hij dan. Hij had een ontzettende hekel aan. Ja. Ik wilde hem maken, maar... Hij had voor één man in Nederland maar respect. Dat was voor meneer Knobel. Die mocht hij dan wel. Okay. En waarom dan? Nou, die hadden wel goed contact. Die was toen de bondscoach in Nederland. Maar Graeme, stoort het jou ook dat er zoveel wordt gezegd aan negativiteit over zijn gedrag van Michel Preud'homme, waardoor misschien de kwaliteit als trainer een beetje verloren gaat? Of? Ja, maar ik denk dat het eerder wat Erwin zegt klopt. Michel is zo perfectionistisch in alles, hè, wat hij doet. Hij wil winnen, alles, elke training. Zijn warming-up moest helemaal klaar, helemaal goed zijn. Zijn shirtjes moesten klaar liggen. Je mocht hem niet storen als hij die warming-up aan het doen was. En dan kan je jezelf in de weg zitten. Dat als sommige jongens wat minder beleving hebben dan dat hij heeft. En hoe was je erbij dan? Hij eist dat namelijk ook van zijn spelers. Maar zo'n Theo Jansen, die zit totaal anders in elkaar. Zijn belangrijkste speler. Die vindt zo'n meneer uit Engeland, zo'n psycholoog die langskomt, vindt Theo onzin. Ja. Theo die wil voor de wedstrijd rustig een sigaretje roken. Daar wordt Preud'homme gek van. Ja. Maar Theo wint wel de wedstrijden voor hem. Ja, dus... maar Prummy weet dat ook wel. Prummy, hè? Zo noem je hem, hè? Ja. Daar wordt hij niet boos op. Zou je zeggen Prummy? Sorry. Maar binnen de kleedkamer heeft iedereen allemaal afkortingen voor zijn naam. Maar Preud'homme, Prummy, die weet dat gewoon dat Theo Jansen voor zijn team heel erg belangrijk is. Dus die laat ook functioneren binnen zijn team. En die heeft meer vrijheden. En die andere jongens moeten gewoon in functie van Jansen spelen. Prummy. Ja. Kunnen we die erin houden of niet? Of? Prummy, ja, maar ja, zal het iedereen... Hij zal je bedanken. Hij had ook een bijnaam, maar dat zullen we maar niet noemen. Dus, Even kijken hoe Prummy er zelf over dacht vanmiddag. Want die vraag werd hem nog wel gesteld natuurlijk over zijn temperament. Wij spraken net met een journalist van de Gazet van Antwerpen. Die omschreef u echt als de grote held van die generatie voor heel veel Belgen. Terwijl u in Nederland af en toe veel kritischer wordt benaderd. Hè? Iemand noemt u dorpsidioot. Hoe vindt u dat verschil in benadering? Oké. Ik denk dat... je moet kijken wat... er zijn kleine dingen die kunnen misschien verbeterd worden. Maar is dat goed, is dat slecht? Kijk... van mijn kwaliteit verliezen of niet. Maar je moet ook al de rest zien als speler en als trainer. En voor mij eigenlijk die kleine dingen die aan wie je geen kwaad doet, dat weegt niet eigenlijk tegenover de rest. Dat geeft me juist energie, al die kleine... Mijn manier van zijn geeft me enorm veel energie om hard te werken en om als spelers mooie resultaten te halen en als trainer ook. Prummy, je hebt ook flinke oortjes, hè? Wat is dat nou weer? Nee, zag ik. Dat lette ik even toevallig op. Die moet je ook niet op een zeilbootje zetten. Is hij familie van Pieter van Vollenhoven dan? Geen idee. Maar dan kunnen we hem beter een Jumbo noemen. Nee. Nou jongens, kom op, zeg wat een niveau zegt. Dit is een serieuze voetbalkampioen. Ik zit te kijken, dat valt me ook op. Dat kan ik toch ook niet helpen? Jongens, ik ga zo weg hier. Nee, zonder gekheid. We gaan, dat vindt niemand erg. Hou je niet tegen. Ja, tot zover deze uitzending. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer.